waar God trots op is. 4 juni. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Hebreeën 11, vers 16. Ik wil ontzettend graag dat God tegen mij zegt wat hij ook over Abraham, Isaac en Jacob zei. Ik schaam mij niet om uw God genoemd te worden. Hoe gewaagd het ook klinkt, betekent dit in feite niet dat God eigenlijk trots zou kunnen zijn om mijn God genoemd te worden. Gelukkig staat deze wonderlijke mogelijkheid in Hebreeën 11 vers 16 ingeklemd tussen twee redenen. Laten we eerst naar de tweede reden kijken. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Waarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden? Paulus zegt, omdat hij iets voor hen gedaan heeft. Hij heeft een stad voor hen gereed gemaakt. Een hemelse stad waarvan God de bouwer en ontwerper is. Vers 10. God schaamt zich niet om hun God genoemd te worden, omdat hij voor hen gewerkt heeft. Niet andersom. Kijk nu eens naar de reden die Paulus als eerste noemt. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Het daarom in deze tekst geeft aan dat er zojuist een reden genoemd is waarom hij zich niet schaamt. Die reden is hun verlangen. Ze verlangen naar een beter vaderland. Dat is, een beter vaderland dan het aardse waarin ze nu leven. Een hemels vaderland. Wanneer we naar deze hemelse stad meer verlangen dan naar alles wat deze wereld ons te bieden heeft, schaamt God zich niet om onze God genoemd te worden. Wanneer we veel waarde hechten aan alles wat hij voor ons belooft te zijn, is hij trots om onze God te zijn. Dat is goed nieuws. Richt je ogen dus op het betere vaderland en op de stad van God. Verlang daarnaar met heel je hart. Dan zal God zich niet schamen om je God genoemd te worden. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.